Bij veel levensdelicten is het motief duidelijk. Seksueel, roof, wraak, relationeel. En kan men die daardoor oplossen? Ook al worden er op de plaats delict niet of nauwelijks technische sporen aangetroffen. Maar wat moet je met een moordzaak waar op de plaats delict wel een overvloed aan technische sporen is gevonden, maar het motief jaren later nog steeds een groot raadsel is? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en eigenlijk nog nooit een moordzaak heeft meegemaakt waarbij de dader zoveel sporen, zelfs zijn schoenen, naliet op de plaats delict als in het dossier van vanavond. Maar toch is de zaak na bijna 5 jaar niet opgelost. Dat heeft er alles mee te maken dat de moordenaar ogenschijnlijk geen motief had voor zijn gruwelijke daad. Want niemand kan aangeven waarom de 68-jarige Chef Leukel uit het Limburgse Berg en Ter Blijt moest worden afgeslacht met een boomzaag, terwijl zijn 1 jaar oudere vrouw Mia slechts als door een wonder deze aanslag overleefde. Vanavond doen we een ultieme poging om de Limburgse heuvelmoord op te lossen en gaan daarbij grensoverschrijdend te werk. We zetten een Amerikaanse profiler in. Maar ook de Peter R. de Vries van de Baltische staat Litouwen gaat in zijn bekende misdaadprogramma Criminali Niai Tirimai, met deze zaak bemoeien. Kijk en help. In het academisch ziekenhuis in Maastricht komt een patiënt erbij uit haar coma. Dag mevrouw Leukel, bent u wakker? Goedemorgen. Bent u wakker mevrouw Leukel? Goedemorgen. De vrouw heeft zware verwondingen over haar hele lichaam. Maar ze kan zich niet herinneren hoe dat komt en waarom ze in het ziekenhuis ligt. Als een arts haar vraagt of ze de begrafenis van haar echtgenoot wil bijwonen, begrijpt ze niet waar het over gaat. Ze verwacht juist dat haar man ieder moment met een bos bloemen binnenkomt lopen voor een ziekenhuisbezoek. Maar niets is minder waar. Enkele kilometers verder, op het kerkhof in het kleine plaatsje Ambi, aan de rand van Maastricht, bewijzen op dat moment nabestaanden de laatste eer aan de 68-jarige Chef Leukel, echtgenoot van Mia, die in het ziekenhuis ligt. In het ziekenhuis komen dan bij Mia Leukel langzaam de beelden terug van wat er 14 dagen eerder is gebeurd. Het glooiende heuvellandschap rond het Limburgse Valkenburg doet lieflijk aan. Het is een trekpleister voor toeristen en dagjesmensen. Wandelaars die er bepakt en bezakt op uittrekken om te genieten van de heuvels in het Geuldal, pittoreske dorpjes en prachtige paden door natuurgebieden en langs de Mergelgroeven. Even ten westen van Valkenburg ligt het dorp Bergen ter Blijt. Een samengevoegd kerkdorp met slechts zo'n 3500 inwoners. Hier aan de rand van het dorp staat, een beetje afgelegen, het huis van het echtpaar Leukel. In deze traditionele Limburgse steen speelde zich in de zomer van 2004 een gruwelijk drama af. Een drama waarbij de 68-jarige Chef Leukel om het leven kwam en dat zijn 69-jarige echtgenote Mia maar ternauwernood overleefde. Die nacht in augustus 2004 komt er rond 11:15 bij 112 een telefoontje binnen dat nauwelijks is te verstaan. Een vrouw aan de andere kant van de lijn kan alleen maar uitbrengen dat de politie zo snel mogelijk moet komen. De hand van het telefoonnummer achterhaalt 112 het adres waarvan gebeld wordt. Als de toegesnelde politie het huis hier aan de Lindenstraat binnengaan, treffen ze een plaats delict aan die zelfs doorgewinterde rechercheurs in de grote stad na adem zou doen happen.
Het dichtstbijzijnde politiebureau is in Valkenburg, enkele kilometers van het afgelegen huis aan de Lindenstraat. En het duurt 15 minuten voordat de eerste politiewagen ter plaatse is. Als de twee politiemensen de betrekkelijk kleine woning binnengaan, slaat de schrik hen om het hart. Het is er een ravage. Omgevallen meubels en opengetrokken laders. Overal ligt bloed. Het vloerkleed is op sommige plekken doordrenkt. De spetters zitten op de muur en zelfs op het plafond. In de keuken, in een grote plas bloed, ligt het levenloze lichaam van chef Leukel. Hij is zwaar toegetakeld. De verwondingen zitten over zijn hele lichaam. Bij zijn hand, ook onder het bloed, ligt een boomzaag. Een andere, soortgelijke zaag ligt op de keukentafel. Enkele meters verderop in de huiskamer ligt bij de telefoon Mia Leukel. Ook zij zit onder het bloed. De vrouw verkeert in een shock. Ze lijkt niet te beseffen wat er allemaal gebeurt. Ook Mia heeft verwondingen over haar hele lichaam. Binnen enkele minuten is een ambulance ter plaatse. Mia's hals is doorgesneden. Ze heeft enkele gaten in haar hoofd, een verbrijzelde arm en beschadigde pezen aan haar hand. In allerijl wordt de 69-jarige vrouw afgevoerd naar het academisch ziekenhuis in Maastricht, waar ze vervolgens in coma raakt. Wat heeft zich in die nachtelijke uren afgespeeld in het huis van het echtpaar Leukel? Het lijkt een scène uit de televisieserie Crime Scene Investigation, als technisch regisseurs bezit nemen van de plaats delict. Deze valt in een categorie die je zelden aantreft, laat staan in een rustig dorp als Terblijd. Minutieus wordt de woning onder de loep genomen in de hoop op aanwijzingen voor het bloederige drama. In de huiskamer ligt een kleed met veel bloedsporen. Waarschijnlijk heeft Mia hier enkele uren bewusteloos gelegen. Bloed op verschillende plekken in het huis is afkomstig van chef, van Mia en van een onbekend persoon. Zo stelt men later vast. De moordenaar is zelf dus vrijwel zeker ook gewond geraakt. Op de gordijnen zit een afdruk met bloed van Mia. Maar met haar verwondingen is zij waarschijnlijk niet in staat geweest om die eigenhandig dicht te doen. Hieruit maakt de recherche op dat de dader zelf met bebloede handen de gordijnen heeft gesloten. Verschillende kasten zijn opengetrokken. Bij één kast treffen de regisseurs beschadigingen aan, alsof er met een scherp gekarteld voorwerp op is geslagen, of dat er is misgeslagen in een poging iemand te raken. In een lade ligt een portemonnee en een bankafschriftenboekje waarop bloed zit. Op een van de bankafschriften zit een vingerafdruk in bloed die niet van Mia en ook niet van chef is. Waarschijnlijk dus afkomstig van de dader. Ook de keukenkastjes zitten onder het bloed. Een van de kasten, waar Mia schoonmaakspullen bewaart, staat open, alsof de dader daar op zoek is geweest naar spullen om iets schoon te maken. Op een stoel staat de tas van Mia met erin een portemonnee waar iets meer dan 100 euro in zit. Mia is die dag naar de bank geweest, maar hoewel het geld voor het grijpen lag, heeft de belager het niet meegenomen. In de jas van chef Leukel, die aan de kapstok hangt, zit ook een portemonnee met geld, zo'n 85 euro. Ook die is niet gestolen. De dader moet zelf helemaal onder het bloed hebben gezeten, zo is de conclusie van de technisch regisseurs. Want op het echtelijke bed in de slaapkamer op de benedenverdieping is een groot bloedspoor dat naar het raam loopt.
Het gaat om bloed van zowel Chef als Mia, als van de belager zelf. Maar duidelijk is wel dat nog Mia, nog Chef met hun verwondingen in de slaapkamer konden komen. De belager van Chef en Mia is na de aanval op het echtpaar via het bed naar het raam gekropen om zo het huis te verlaten, reconstrueert men. Maar met dit spoor is iets opmerkelijks. Eén afdruk, afkomstig van zijn knieën, gaat richting het raam, maar er zijn ook sporen die juist de andere kant op gaan. De woning in. Kennelijk is de moordenaar na de moord eerst over het bed naar buiten gekropen en heeft hij zich toen bedacht om vervolgens over het bed het huis weer binnen te gaan. Zo is de conclusie van de recherche. Naast bloedsporen vindt de recherche een schoen van de dader niet ver van het lichaam van Chef. De tweede schoen ligt in de kamer, vlak bij de plek waar Mia enige tijd bewusteloos moet hebben gelegen. Hoogstwaarschijnlijk is hij zijn schoenen tijdens zijn aanval op het echtpaar verloren. Een goudkleurige schakelketting van Chef of Mia is, dus waarschijnlijk toebehoort aan de dader, ligt kapot getrokken op de grond. Het sporenonderzoek van de forensisch rechercheurs neemt de hele nacht in beslag. Het is 15 augustus 2004, de dag na de ontdekking van de moord in het Limburgse Berg en Ter Blijt. Bij daglicht blijkt dat de moordenaar ook in de tuin van het echtpaar Leukel een bloedspoor heeft achtergelaten. Omdat de dader bloed aan zijn voeten had en zelf ook nog bloedde en een soort van druppelspoor achterliet, kon de recherche vrij goed volgen wat zijn bewegingen zijn geweest. Dit is het raam waar hij 's avonds naar binnen is geklommen en waar hij uiteindelijk ook weer uit is gekomen. En dat is op zichzelf al raar, want 2 meter verderop is de voordeur en het is een beetje raadselachtig waarom hij zo'n ingewikkelde weg heeft gekozen. Maar goed, het bloeddruppelspoor brengt de politie dit trappetje op. En hier is hij de tuin ingelopen van de woning. Hij is vervolgens naar dit hek gelopen. En getuige het druppelspoor heeft hij hier eventjes stilgestaan. Heeft zich toen kennelijk toch bedacht en is hier weer de tuin ingelopen. Misschien wel in de veronderstelling dat hij daar makkelijker het perceel kon verlaten. Een paar meter verderop loopt het dan toch dood en staat hij voor de keuze om terug te gaan richting de woning of hier de muur over te klimmen. De politie gaat ervan uit dat hij het laatste heeft gedaan, want op deze pilaar wordt een bloedafdruk gevonden. Is hij hier de muur over gegaan? En vervolgens, zo wijzen de sporen uit, is hij naar dat bankje schuin tegenover de woning gelopen, want daar vindt men weer nieuwe sporen. Bij het bankje schuin tegenover het huis heeft de dader een rode trui besmeurd met bloed in de struiken gegooid. Ook vindt de recherche hier 2 met bloed doordrenkte sokken. En in het gras ligt een fles Evian met speeksel van de moordenaar en een geel plastic tasje dat afkomstig blijkt van een winkel in België. De man heeft hier bij dit bankje dus kennelijk zijn trui en sokken uitgedaan. Wat ook opvallend is, is dat op de plastic tas en op het flesje water die de politie hier aantreft, geen bloedsporen worden gevonden, terwijl de dader wel onder het bloed zat. Mia, die de man heeft binnen zien komen, herinnert zich ook helemaal niet dat de dader een tas met een flesje bij zich had. Dat wijst erop dat de man, voordat hij bij Mia en Chef naar binnen ging, eerst hier op het bankje heeft gezeten en op zijn gemak een flesje water heeft gedronken en pas daarna het huis is binnengedrongen.
Wel heel vreemd en riskant gedrag voor een crimineel die van plan is om even later een ernstig misdrijf te gaan plegen. Na zijn actie is hij dus weer bij dit bankje teruggekomen. Daar wijzen de trui en de sokken immers op. Maar hoe de dader vervolgens hier weer is weggekomen is een compleet raadsel. Want vanaf hier loopt verder ieder spoor dood. En dat is vreemd, want dit bankje staat precies in een bocht. En dat is geen plek waar je een auto kan neerzetten. Die zou je eerder iets verderop, pal voor het huis van de familie Leukel, parkeren. Waar een soort van inham is en waar mijn auto nu staat. Maar daar heeft de politie met speciaal getrainde honden geen sporen gevonden. Het zou erop kunnen wijzen dat de dader hier op deze plek bij het bankje door iemand anders in een auto is opgepikt. In dat geval zou er dus een medeplichtige zijn. Maar het zou ook kunnen dat hij op een fiets of een brommer er vandoor is gegaan. En dat zou er weer op wijzen dat hij hier uit de buurt komt. Kortom, niets is helemaal uit te sluiten. Zeker zolang je het motief van de dader voor deze agressieve aanval op het echtpaar niet kent. De dader lijkt in een vlaag van blinde woede te hebben gehandeld. Chef heeft meer dan 80 steekwonden die zijn toegebracht met de twee boomzagen. Daarnaast is ook nog eens zijn keel doorgesneden. Chef en Mia kennen elkaar uit hun jeugd en hebben in die tijd ook verkering gehad. Maar de relatie kan in die tijd niet rekenen op goedkeuring van de familie. Chef treedt uiteindelijk met een andere vrouw in het huwelijk en krijgt twee kinderen. Ook Mia vindt een andere man waar ze een gezin mee sticht. Het duurt maar liefst 25 jaar voordat ze elkaar weer tegen het lijf lopen. En dan bloeit de liefde tussen de twee opnieuw snel op. Bijna 30 jaar na hun allereerste ontmoeting trouwen ze alsnog en kopen ze een woning in Bergen ter Blijt. Chef, huisschilder van beroep, knapt het oude pand helemaal op. Op deze plek hopen ze samen oud te worden. Maar aan dit geluk komt in augustus 2004 abrupt een einde. Enkele dagen na de moord wordt in het Valkenburgse kerkdorp Bergen ter Blijt een stille tocht gehouden voor chef Leukel. De gewelddadige gebeurtenis heeft de dorpsbewoners geschokt. Chef staat bekend als een vredelievende man zonder vijanden. Waarom is uitgerekend hij in het anders zo rustige Bergen ter Blijt slachtoffer geworden van een gruwelijk misdrijf zonder duidelijk motief? Chef had een vrij beperkt sociaal leven met slechts enkele vrienden met wie hij wel eens een klusje opknapte. Verder besteedde hij veel tijd en zorg aan zijn grote trots, de tuin. Aanwijzingen voor een motief vindt de recherche niet. Wat mij frappeert aan dit misdrijf is de bizarre hoeveelheid sporen die de dader hier op de plaats delict heeft achtergelaten. Ik heb de afgelopen 30 jaar zo'n kleine 500 moordzaken onderzocht, maar kan me niet herinneren dat ik dit eerder heb gezien. De dader heeft op bijna onbekommerde wijze zijn vingerafdrukken, zijn DNA, kleding en zelfs zijn schoenen achtergelaten. Nu vraag ik u, welke dader laat in hemelsnaam zijn schoenen op de plaats delict achter na een zwaar misdrijf? Het ontbreekt er nog maar aan dat hij ook zijn visitekaartje heeft achtergelaten. Het lijkt wel alsof het hem geen sier interesseerde dat hij hierdoor geïdentificeerd kon worden. Sterker nog, het heeft bijna weg van een soort van noodkreet, een boodschap. Pak me alsjeblieft. Het is moeilijk om daar een verklaring voor te geven. Was de dader misschien beneveld door drank of drugs toen hij het misdrijf pleegde? Of is hij gewoon gestoord? Of misschien wel allebei?
Het motief voor de moord is een groot mysterie. Niets wijst op een roofmoord. Er zijn immers geen spullen van enige waarde verdwenen. Daarentegen is er wel buitensporig veel geweld gebruikt. En dat komt vaak voor bij zaken waarbij sprake is van opgekropte woede en frustratie. Dader en slachtoffer hebben dan bijna altijd op een of andere manier met elkaar in contact gestaan en bijvoorbeeld een conflict gekregen. En dit roept bij de recherche de vraag op of het toch niet een wraakactie kan zijn. Echtgenote Mia zou hier opheldering over kunnen verschaffen. De 69-jarige vrouw heeft haar belager waarschijnlijk gezien en hem misschien wel gesproken. Maar Mia ligt dan nog steeds in coma in het ziekenhuis en er wordt gevreesd voor haar leven. Tien dagen na de huiveringwekkende moord is er bij de politie ineens hoop. Wonder boven wonder is Mia in het ziekenhuis bijgekomen uit haar coma. Haar strottenhoofd is zo beschadigd dat ze nauwelijks kan praten. Maar de recherche doet toch een poging. Wat kan Mia vertellen over de dader? Gaat het om een bekende? Iemand die veronderstelde dat Mia net als chef dood was en nooit meer met de politie kon praten? En die nu alsnog aangewezen kan worden? Hortend en stotend komt de 69-jarige Mia met haar verhaal. En hoewel ze 10 dagen in coma heeft gelegen, is haar relaas over de gebeurtenissen van die fatale avond redelijk helder. Ze vertelt dat ze dat bewuste weekend eigenlijk samen met chef op vakantie zou zijn, maar dat ze dit een weekje hadden uitgesteld en dus eigenlijk onverwacht thuis waren toen ze plots werden overvallen. Deze zwoele zomeravond kijken chef en Mia, ondanks het warme weer, binnen naar een aflevering van de Duitse detective-serie Commissaris Rex. Geen idee dat er binnen enkele minuten bij hen zelf iemand door het raam naar binnen komt. Als ze vanuit de slaapkamer een doffe klap horen, denken ze even dat een raam openwaait. Maar binnen enkele seconden stormt een agressieve, atletisch uitziende man de kamer binnen die direct tot de aanval overgaat. Mia hoort hoe hij in zijn woede schreeuwt dat hij het echtpaar af wil maken. Het gaat er hard aan toe. Chef deelt nog enkele rake klappen uit, maar de jongere indringer is sneller. Ook Mia krijgt een harde vuistslag. Ze valt op de grond en raakt buiten bewustzijn. Wat er vervolgens gebeurt, ontgaat haar volledig. Als ze na een poosje weer bijkomt, is het stil in huis. Ze ziet haar man chef op de keukenvloer liggen. Mia kan zich nauwelijks bewegen. Dan hoort ze hoe de aanvaller de keuken binnenkomt. Hij opent lades en kastjes en lijkt op zoek naar iets. In de hoop dat de belager vertrekt, houdt Mia zich dood. Dan voelt ze hoe hij zich over haar heen buigt en hardhandig haar trouwring van haar vinger haalt. Ook trekt hij ruw, zonder het metalen bandje te openen, het horloge van haar pols. Ze ziet hoe hij vervolgens naar chef loopt en ook bij hem zijn horloge en trouwring afdoet. Dan keert de man zich opnieuw naar Mia en gooit met veel geweld een zware vaasstuk op haar hoofd.
Als er weer bij komt, is het donker. Het is al na middernacht. Mia voelt een enorme pijn over haar hele lichaam. Toch weet ze bij de telefoon te komen, waar ze met veel moeite 112 belt. Het relaas van Mia is vrij gedetailleerd en past exact in het plaatje dat de politie aan de hand van de sporen al had weten te maken. Tot teleurstelling van het rechercheteam heeft Mia geen idee wie de man was. Hij heeft ook niets gezegd waaruit zijn motief voor de agressieve daad valt op te maken. Wel geeft Mia de rechercheurs een gedetailleerde omschrijving van de indringer. Op basis hiervan wordt een compositietekening gemaakt. Volgens Mia ging het om een man die er vrij verzorgd uitzag. Ongeveer een jaar of 30, met kort donker haar en priemende donkere ogen. Maar verspreiding van het signalement levert weinig concrete tips op. Zijn identiteit en het motief blijven een raadsel. Op geld was hij kennelijk niet uit, maar wat dan wel? Op de dag dat Mia en Chef door de politie worden gevonden, wordt in Limburg de jaarlijkse Heuvelland Vierdaagse gehouden. Een evenement waar honderden wandelaars aan deelnemen. En de route loopt dit jaar exact langs het huis van het echtpaar Leukel. Maar niemand heeft de belager, die er waarschijnlijk blootsvoets en met ontbloot bovenlijf vandoor is gegaan, gezien. De recherche probeert om de laatste dag van Chef te reconstrueren. Is er wellicht iets voorgevallen dat tot deze agressieve daad heeft kunnen leiden? Volgens Mia is het echtpaar de hele dag thuis geweest en is er niets bijzonders voorgevallen. Maar als de rechercheurs direct na de moord buurtonderzoek verrichten, blijkt dat een buurvrouw heeft gezien dat Chef op de dag van de moord een motorzaag in zijn auto legde. Een zaag die later niet in de auto is teruggevonden. Wellicht is Chef die middag dus wel degelijk weg geweest, mogelijk voor een klusje, en kan Mia zich dat door haar coma niet meer herinneren. Het blijft voor de politie onduidelijk hoe de dag van het echtpaar verder is verlopen en of het gaat om een gerichte wraakactie of een uit de hand gelopen inbraak. Als je van tevoren weet dat je gaat inbreken, doe je dat niet bij een huis waarbij je door het raam kunt zien dat de bewoners gewoon thuis zijn. Opmerkelijk is ook dat de dader er totaal niet mee leek te zitten dat het binnendringen door het raam ontdekt zou worden. Hij maakte immers behoorlijk lawaai toen hij de woning inging. Vreemd is ook dat hij alleen maar de twee horloges van Mia en Chef en hun trouwringen heeft meegenomen en verder helemaal niets. Een gewone inbreker of overvaller had uiteraard ook het geld meegenomen dat voor het grijpen lag. Als het een gerichte wraakactie is, is het weer heel onwaarschijnlijk dat de dader zelf geen wapens bij zich had. Als je van plan bent iemand te vermoorden, is het eerste wat je doet natuurlijk zelf een wapen meenemen, zodat je niet afhankelijk bent van gereedschap wat je toevallig ter plekke vindt. Uit het feit dat de dader gebruik heeft gemaakt van de twee boomzagen zou je dus kunnen afleiden dat het waarschijnlijk gaat om een misdrijf dat hij in impulsiviteit heeft gepleegd zonder een vooropgezet plan. In een poging meer te weten te komen over de dader worden alle achtergebleven sporen nader onder de loep genomen. Het zijn stuk voor stuk vondsten die de politie op het spoor zetten van de mogelijke identiteit van de dader. Een spoor dat leidt tot over de grens. In eerste instantie naar België. Want op de lege fles Evian, waar het speeksel van de dader op is gevonden, zit een sticker met erop de herkomst van de fles, het verkooppunt.
Het is afkomstig van dit benzinestation in het plaatsje Wommelgem in België, vlakbij Antwerpen. En de recherche achterhaalt dat de fles hier tussen 11 en 14 augustus, dus kort voor de moord, is verkocht. De laatste fles uit deze partij is op 14 augustus, de dag van de moord, om 3:30 over de toonbank gegaan. En het plastic tasje heeft een opschrift van de firma Kools Groenten en Fruit, een Belgische winkelketen. Deze firma heeft vlakbij het benzinestation een zaak. De moordenaar heeft hier dus waarschijnlijk inkopen gedaan. Nou, dit is dus het benzinestation waar de dader een flesje water heeft gekocht. En als je hier rondloopt, dan realiseer je wel dat de kans erg klein is dat hij hier te voet is gekomen. Het is hier een knooppunt van snelwegen. Bovendien was de dader in het bezit van een tas van de firma Kools, groente en fruit. En die winkel van Kools, die ligt helemaal aan de andere kant van dit verkeersplein. Daar kan je niet eens te voet komen. En als je dan ook nog weet dat dit benzinestation op ruim 100 kilometer afstand ligt van het dorp Bergen ter Blijt, waar het misdrijf is gepleegd, is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. De dader moet de beschikking hebben gehad over een auto, of in ieder geval een handlanger die de beschikking had over een auto. En daar wijzen ook de sporen wel op waarover ik u bij het bankje al heb verteld. Of is er misschien toch nog een ander scenario mogelijk? Een scenario waarin hij op een of andere manier hier toch te voet is gekomen en toen bij iemand een lift heeft gevraagd en mee is gereden. En misschien wel bij toeval in Limburg en bij Berg ter Blijt terecht is gekomen. Tot teleurstelling van het rechercheteam had het benzinestation in die tijd nog geen videobewaking. De onbekende dader is helaas dus niet op beeld vastgelegd. In het onderzoek naar de moord op chef Leukel gaat de recherche over tot een arbeidsintensieve actie. Alle zendmastgegevens in de Belgische plaats Wommelgem, waar de dader is geweest, worden bekeken. Aan de hand hiervan krijgen alle mensen die ten tijde van de moord in de buurt zijn geweest en wellicht de dader hebben gezien, een sms'je van de politie. Het is een vergaande actie, maar zonder resultaat. Maar voor de recherche zijn nog niet alle troeven uitgespeeld. De kleding, de schoenen en de schakelketting die de gewelddadige indringer heeft achtergelaten worden onderworpen aan een onderzoek. En dit levert interessante informatie op. Informatie die wijst in de richting van Oost-Europa naar de Baltische staat Litouwen. De trui is afkomstig uit Litouwen. Dat blijkt uit het labeltje. En de schoenen van het merk Bullboxer komen ook uit Oost-Europa. De goudkleurige ketting heeft een inslag met een keurmerk. Een Litouws keurmerk. En ook de sokken zijn terug te voeren op Litouwen. Het weefsel is gemaakt in een Baltische fabriek. Hoewel Mia Leukel heeft verklaard dat de man Nederlands sprak toen hij in de aanval ging, lijkt het er toch sterk op dat de dader afkomstig is uit Oost-Europa. Uit de Baltische staat Litouwen, aan de Russische grens. En hij is vlak voor de moord in België geweest, waar hij inkoop heeft gedaan. Opnieuw buigt het rechercheteam zich over de GSM-zendmastgegevens. Maar nu die in de buurt van de plaats delict staan, zijn er wellicht nummers te traceren die te linken zijn aan Litouwen?
En dan ineens heeft het team beet. Er komen 3 Litouwse telefoonnummers naar boven. Het is intensief recherchewerk, maar men weet te achterhalen dat de 3 mogelijke eigenaren inmiddels niet meer in Nederland zijn, maar verspreid over Engeland, Duitsland en IJsland. In allerijl worden verschillende rechtshulpverzoeken gedaan en worden de 3 Litouwers aangehouden. Maar nog het DNA, nog de vingerafdrukken van de aangehouden Litouwers komen overeen met de aangetroffen sporen. Bovendien hebben de mannen een sluitend alibi. En zo staat het rechercheteam opnieuw met lege handen. Na 24 maanden onderzoek heeft de recherche nog steeds geen idee over de achtergronden bij het drama. Alle familieleden van het echtpaar worden ook onder de loep genomen. Maar de recherche vindt ook hier geen enkele aanwijzing dat de aanval uit deze hoek kan komen. Het motief voor de brute moord blijft een groot raadsel. En er zitten meer mysterieuze kanten aan de zaak. Zo was de indringer blijkbaar niet bang om ontdekt of herkend te worden toen hij het huis binnenging. En waarom ging hij direct in de aanval als het slechts zou gaan om een overval of inbraak? Hij laat sporen achter die herleidbaar zijn naar Oost-Europa. Bij het bankje houdt het bloedspoor op. Daarmee rijst de vraag of hij een auto of een handlanger had. De politie vindt in het leven van Chef geen enkel aanknopingspunt voor de gewelddadige aanval. Het echtpaar zou dat weekende eigenlijk op vakantie zijn. Ook dat maakt het scenario dat het zou gaan om een van tevoren geplande wraakactie niet waarschijnlijk. Bovendien had de man geen wapen bij zich, maar heeft hij de aanval ingezet met 2 boomzagen die toevallig voor het grijpen lagen. Ook dit duidt niet op een vooropgesteld plan. Het zijn de grote raadsels in deze zaak waar meer dan 4 jaar na dato nog steeds geen antwoord op is gekomen. Het onderzoek van de recherche is inmiddels afgesloten. Alle sporen zijn doodgelopen. En Mia, die inmiddels 73 jaar is, leeft nog dagelijks met de angst dat haar belager onverwacht opnieuw zal toeslaan. Ze heeft zo goed en zo kwaad als het gaat de draad van haar leven weer opgepakt, maar sluit zich af voor de buitenwereld en durft nauwelijks de straat op. Na de aanval is ze nooit meer in het huis aan de Lindenstraat geweest en inmiddels woont ze op een andere plek. Nog dagelijks ziet ze de donkere, woeste ogen van de indringer voor zich. Hoe gaat het nou met u? Nou, niet zo best. Kijk, nou begint alles pas uit te breken. De pijn. Ze kunnen niks vinden. Ja, dan moet je dan maar meer leren leven, zegt de dokter dan. Hè. Bent u helemaal hersteld weer, lichamelijk? Nee. Dat zal ik niet meer herstellen. Welke gevolgen heeft u er nog van? Nou, die arm die is geen 100% meer. Want die is verbrijzeld geweest. En hier was de pezen doorgesneden, dus dat was weg. Ik heb nog die operatie gehad, want ik zei, omdat dit allemaal gevoelloos was. Ja. Mijn linkerbeen, daar kon ik niet meer mee vooruit. Dus daar heb ik langzaamaan moeten leren weer opnieuw lopen. Wat heeft het geestelijk met u allemaal gedaan? Een hele hoop. Want ik heb nooit angst gekend. Ik was ook als mijn man zeg maar, weg was of werken. Ik was nooit bang. Maar nu heb ik ontzettende angst. Ik doe 's avonds, als het donker is, ik doe direct de jaloezie omlaag. En dan doe ik niet meer open als iemand belt.
Dat durf ik niet meer. Is het iets wat u nog dagelijks bezighoudt? Ziet u die film nog terug? Ja. Dat overkomt mij vooral als er... Ja, als je iets hoort in de krant of op tv... dan komt dat in het tafereel, komt natuurlijk wel op. En het frappante is, hij heeft niks gestolen. Want toen ik vroeg, wat moet je hebben? Moet je geld hebben? Nou, dan ligt het op de aanrecht. Dat lag er ook. De portefeuille van mijn man en mijn portemonnee. Dat heeft hij niet gepakt. En toen ik zei, ja, wat moet je dan? Doe je mond dan open. Hij heeft maar één zinnetje gezegd en dat was... Ik maak jullie kapot. Ja, dat heeft hij dan letterlijk gedaan. Dat weet u zeker dat hij dat gezegd heeft? Ja, dat weet ik zeker. De dader is niet gepakt. Nee. Uw man, chef, is dood. U heeft ook geen afscheid van hem kunnen nemen. Nee, helemaal niet. En dat vind ik erg. Het is zo, ik merk elke dag hoe lang het ons geleden is... hoe meer dan ik het erg vind dat hij weg is. Mia wordt dus nog dagelijks met de gruwelijke gebeurtenis in 2004 geconfronteerd. Wat ook bij haar nog steeds een groot raadsel is... is wat het motief van de dader is geweest. Wat denkt u nou zelf wat er is gebeurd? Wat kan iemand voor reden hebben gehad... om u en uw man op zo'n verschrikkelijke manier aan te vallen? Ik zou geen reden kunnen bedenken. Ik weet alleen dat die persoon ontzettend woest was... Hij was echt woest, want die ogen, had donkerbruine ogen... die keken zo woest en dat was echt van... toen hij ook zei van, ik maak jullie kapot, dat ik dacht, die meent het. Dus, maar een reden kan ik niet indenken. Maar is er ooit in uw leven iets gebeurd? Of in het leven van uw man, waardoor u iemand zo kwaad heeft gemaakt... dat hij na al die jaren nog wraak wil nemen ergens op of zo? Ja, of? Bij mij niet. Maar zou het kunnen dat dat chef ergens in verwikkeld geraakt is? Nou, dan zou het er buiten mij om moeten zijn. Ik zou niet weten wanneer. Zou je kunnen zeggen dat hij u toch eigenlijk ook vermoord heeft? Die dader, ja, natuurlijk. Heeft me zeker vermoord, want ik heb geen leven meer. Hoe belangrijk is het voor u dat de dader van dit misdrijf gepakt wordt? Heel belangrijk. Het heeft invloed op mijn verdere leven, tot ik verder kan gaan. Maar nou, ik kan echt geen plannen maken of niks. Ik durf gewoon niet meer, omdat ik denk van... die loopt nog hier rond en die komt een van de zaken, komt die jou ook nog van kan maken. Het valt Mia zwaar om over de aanval te praten. Tot op de dag van vandaag is het motief van de man en zijn buitengewoon agressieve gedrag onverklaarbaar. Het is opmerkelijk dat de moordenaar al die jaren uit de handen van de politie is gebleven, terwijl er toch zoveel duidelijke sporen liggen. Het DNA van de man is bekend, evenals zijn vingerafdrukken. Maar wie is hij? En vooral, waar is hij? De aangetroffen sporen en omstandigheden op de plaats delict... geven wel iets van zijn identiteit prijs. We roepen de hulp in van een deskundige... en nodigen Wayne Porter uit om naar de zaak te kijken. Porter is een speciaal getrainde profiler van de FBI... Hij heeft in Amerika grote successen geboekt in geruchtmakende moordzaken. En wij hebben bij verschillende Nederlandse dossiers eerder zijn hulp ingeroepen. Peter geeft hem een uitgebreide presentatie. This is the table and on the table is the pruning saw... which he used as the weapon. And this was just one of the two pruning saws... But leaving this pruning saw, it meant nothing to him as a weapon. It had no significance to him. So he apparently found the pruning saw before he went into the home, we would expect. But then after he finished, he did not worry about evidence, about fingerprints. He just left the saw there and completed his task. Yeah. And isn't it remarkable that when you
are planning to kill somebody, that you don't take any weapons with you to do that? Yes, it shows the lack of planning on his part. If he indeed went in here to kill this couple, he should have had a better plan. And what we see here is a shoe of the perpetrator. He left it behind, both his shoes. Did you ever see that on a crime scene? No, I have never seen that on a crime scene. As to the shoes, I've seen other articles of clothing left by the perpetrator. In this particular case, there was so much blood. He may have had some trouble with traction. Plus, there was a lot of confrontation, a lot of fighting going on with both victims. So he could have had the shoes come off during that struggle. Did you ever see a crime scene like this? Yes, I've seen crime scenes like this where you get the imprint of the weapon. But this is quite violent, and a loss of control by the perpetrator, which again kind of corresponds to his own personality. Yeah, but what does it tell you? It tells me, again, no planning, a lack of control, where you have a young man that's unable to control an elderly gentleman. Mm-hmm. And or his wife. So with the fight that this man gave back, he had difficulty in completing the killing quickly. Mm. It took a while. But was it his intention to kill them both, do you think? I think so, yes. But do you think that they are somehow accidentally victims? No, I think when he went in, he was armed. He had a mission, and the mission was to kill. The question is, why did he have that mission? Why did he want to go in there and kill? Yeah. And what do you think? Well, I think that he has, there's possibility of some mental issues here. But what's the motive, the main reason that he was there? The motive is the confrontation. The motive is the killing. Yeah. But do you think he's familiar with the victims then? No. Did he know them? I don't think he knew them based on what we're seeing here. She, the surviving woman, did not know him. Now, is there a possibility there could have been a contact between the husband and him? We don't know. The husband is dead. So what kind of profile are we talking about? We're talking about a very disorganized person, one that has little employment, maybe day-to-day job work, possibly some mental issues, because this crime does not show a lot of thinking and forethought. You would find someone that has difficulty communicating with other people, a loner. His life is filled with troubles, and they are filled with not very successful things happening to him. Porter heeft op basis van de politiefoto's dus al een redelijke profielschets van de dader. Maar voor profilers is het van belang dat ze ook de plaatsdelict zelf kunnen bekijken. Waar is de indringer bijvoorbeeld het huis binnengekomen? En wat zijn de vluchtroutes? En dus nemen we Porter een dag later mee naar Berg en Ter Blijt. Do you have any second thoughts about the presentation I showed you yesterday? There was one major difference from the rest of his somewhat uncontrolled behavior. Yeah. And that was the closing of the drapes. Yeah. That shows some forethought on his part, thinking that someone could look in and see him. What does it tell you? Does it change your mind? No, it may show that since he has that ability, he's not totally incompetent. He can have thought process to show that he is wrong in what he's doing.
So if there is a mental issue, he can still operate in society without people saying, there goes the weirdo. Okay. So this is it, Wayne. This is the house of the neighbors, number 4. And this is the house of the victims. Yes. And this is the window where the intruder could see them watching television. And this would have been right before dark, so it was still daylight outside. It was still daylight. It was just after 9 o'clock, but it was August, so it was still light. Gedetailleerd leggen we Porter uit hoe de man het huis is binnengedrongen en wat vervolgens zijn vluchtroute is geweest. And he jumped over here and walked to the bench across the street. Porter krijgt op de plaats delict een beeld van wat er zich in het hoofd van de dader zou kunnen hebben afgespeeld. And if I sit down here, I can look at the house before the crime possibly. Yeah. But I can still start visualizing maybe going into the house. Yeah. Okay. So maybe he's getting his nerve up while sitting here. Yeah, maybe he was contemplating what to do. Exactly, yes. I think so. What can you say about the intruder? How did he end up here, do you think? Here at the... Yeah, here and in the house, because this is not a place where you normally come by. I think this, for some reason, he was either dropped off this area, and maybe it could be for money, but once he broke in, it was no longer for money. Hmm. It was for the violence, for the death. So the motive is still death. Now you've seen everything. Is there anything the Dutch police can do, in your opinion? Well, my opinion is that they are going to solve this case. I think that this individual has talked about this crime to other people. So other people have knowledge that this happened. And the other thing is, I think the more information we get out to the public, especially in the other countries surrounding here that has a lot of Lithuanian people, I think that the more information we get to them, describing not only the individual, but him being cut, him having emotional problems. Someone is going to put 2 and 2 together and get 4. So attention on television is very, very important. I think it is extremely important. And of course, searching all of the databases, which the police have already done. They've done a terrific job so far, but not to give up. Because at some point, he's going to be in a database. He cannot go through life without another violent incident. Volgens profiler Porter zal de moordenaar van chef Leukel vroeg of laat tegen de lamp lopen. Maar in de tussentijd is het van belang dat de zaak in de publiciteit komt. En met dit advies in het achterhoofd besluiten we om letterlijk grensoverschrijdend te werk te gaan. Tot nu toe leiden alle sporen naar Litouwen. Mogelijk dat iemand daar iets weet over de onbekende moordenaar. Litouwen is een van de 3 Baltische staten die lang onder het bewind van de Sovjet-Unie hebben geleefd. Het heeft zo'n 4 miljoen inwoners. En er wonen ook nog eens 4 miljoen Litouwers in het buitenland, grotendeels in Europa. Nadat het land in 2004 is toegetreden tot de Europese Unie, is het wat betreft informatieuitwisseling in strafrechtszaken makkelijker geworden.
paar jaar geleden zijn Limburgse rechercheurs ook al naar Litouwen gereisd in de hoop dat de gevonden sporen, zoals de schoenen en de trui, hen uiteindelijk bij de dader zouden brengen. Dat onderzoek heeft echter helaas geen resultaat gehad. Toch acht de Amerikaanse profiler Wayne Porter het van uitermate groot belang dat de Limburgse moordzaak hier in Litouwen in de publiciteit komt. Om te beginnen zouden kijkers de man van de politietekening kunnen herkennen. En Porter acht het ook zeker niet uitgesloten dat de man jaren later inmiddels over zijn misdaden in Limburg met anderen is gaan praten. Nou, en die publiciteit, dat moeten wij toch kunnen regelen. Litouwen is een land met een hoog misdaadcijfer. Het heeft te maken met 350 moorden per jaar. Dat is twee keer zoveel als in Nederland, terwijl het veel minder inwoners heeft. Logisch dat er ook een televisieprogramma over misdaad bestaat. Als we contact opnemen met de Peter R. de Vries van het Litouwse televisiestation TV3... is hij direct bereid om naar de zaak te kijken. Peter wordt uitgenodigd om naar de studio te komen. How are you? The Minasionis. Fine, thanks. What about you? How was your trip? Oh, the trip was very good. You got some stuff to do, yes? Yeah, nice to be here. So please come inside. Okay. I'll show you what we have here. Het Litouwse programma Kriminalinai Tirimai is een bekend en goed bekeken misdaadprogramma dat in veel zaken ook samenwerkt met de politie. We have a special chair for you also. Okay. Het heeft iedere week een uitzending van 45 minuten. Het programma ziet het belang in van publiciteit voor deze zaak en wil de Nederlandse moord uitgebreid neerzetten. De co-host in het programma is een oud politieman. Hij is een beetje de Jan Blauw van Litouwen, een man met jarenlange politieervaring. Peter praat de misdaadreporters vlak voor de uitzending nog even bij over de zaak. Ook zij vallen stil als Peter op de computer de foto's van de plaats delict laat zien. Čia kriminaliniai tyrimai. Kaip jau minėjome laidos pradžioje, šį vakarą mums ypatinga transliacija. Šį vakarą mūsų studijoje yra svečias iš Olandijos. Labai giminingos laidos, kaip ir kriminaliniai tyrimai. Olandijoje jį vadinasi Peter R. de Vries, kriminalinių tyrimų laida, vedėjas ir šios laidos autorius Peteris R. de Vries. Labas vakaras. Thank you very much for inviting me in your show. We are very honored to be in your program. Peter krijgt uitgebreide kans om de zaak aan de Litouwse kijker uit te leggen. Mogelijk is de dader teruggekeerd naar Litouwen en heeft hij zijn daad hier tegen iemand opgebiecht. Dat zou kunnen leiden tot de gouden tip. Na een uur opnames nemen we afscheid in de hoop dat de uitzending in Litouwen en in Nederland tot een doorbraak van het vastgelopen onderzoek leidt. In het verleden zijn Nederlandse regisseurs dus eerder naar Litouwen gereisd om te kijken of er een spoor te ontdekken was dat naar de onbekende dader zou kunnen leiden. Destijds is er ook contact geweest met het Litouwse NFI, het Forensisch Wetenschapscentrum. De instantie waar alle DNA-profielen en vingerafdrukken worden bewaard in een grote databank. Maar wat hebben die Litouwse autoriteiten daarna gedaan om de dader op te sporen? En zit het DNA van de onbekende moordenaar van chef Leupel nog steeds in die databank? Directeur Beer Montas werd in 2004 benaderd door de Nederlandse justitie. Hij is goed op de hoogte van de zaak, zo blijkt als we hem spreken. And what did you do exactly? We make fingerprint examinations. I'm talking about the comparison. Unfortunately, the results were negative. The same happens with DNA profiles, which were found in the crime case, in the crime scene, and were submitted and checked in our Lithuanian police DNA database. And when did you do that for the last time? The last time was even today. Today? Yeah, and I can show you how in our labs looks this matching process. And please, follow me. I would like to see that, please. Yes.
Het Litouwse Forensisch Instituut is moderner dan we hadden verwacht. En de DNA-databank is volgens directeur Biermontas goed bijgewerkt. In totaal bevat de databank zo'n 40.000 profielen. Profielen die misschien matchen met dat van de onbekende moordenaar van chef Leukel. Ook de vingerafdruk van de moordenaar staat hier in de computer. What do we have here? Now you can see a screen of our AFIS system. And particularly on this screen, on the right side, you can see the picture of the fingerprint which was submitted from the Dutch police, and particularly from the case of local murder case. Okay. Op ons verzoek wordt opnieuw gezocht naar een mogelijke match van nieuw binnengekomen vingerafdrukken. Het is een onderzoek dat tijd in beslag neemt. Ondertussen neemt Piemontas ons mee naar de afdeling waar de gecodeerde DNA-profielen in de computer zijn opgeslagen. En hier in de computer staat ook het profiel van onze moordenaar. And can you make try to make a match now? Romain, please make a match. Yes, that's very good. Each day we load up approximately up to 200 new profiles. Yeah. There is a possibility that you can get the match after 20 minutes. Yeah, that would be something, yeah? No similar profile. Maar de zoekactie leidt niet tot een match. En ook op de afdeling vingerafdrukken wordt uiteindelijk niets gevonden dat herleidbaar is naar onze dader. Nou, dat was een uitermate nuttig bezoekje. Doordat de zaak zo lang onopgelost is en er nadien nooit meer vingerafdrukken of DNA van de dader is gevonden, ga je een beetje twijfelen of alles wel goed is gedaan, of er geen foutjes zijn gemaakt. Maar ik heb nu met eigen ogen kunnen zien dat de vingerafdrukken en het DNA-profiel hier in de databank is opgeslagen en dat ze iedere keer checken of er een match is. Dat is niet het geval, maar ik weet in ieder geval nu zeker dat het in goede handen is. Ons bezoek aan Litouwen heeft één ding duidelijk gemaakt. De zaak is hier niet in een stoffige bureaulade terechtgekomen. En nu wij de gruwelijke moord opnieuw onder de aandacht hebben gebracht en ook nog in de publiciteit, is er weer hoop dat de dader alsnog in het vizier komt. Ja, en u kunt daarbij helpen. Wellicht heeft u iets gezien in onze reportage waar u op aanslaat. Misschien heeft u de dader nadien iets horen zeggen over het delict, zoals profiler Wayne Porter voorspelde. Ik som daarom nog even een paar cruciale gegevens op. Dit is de politietekening van de man die naar schatting nu 35 jaar oud is en donkere, bruine ogen had. Uiteraard kan de tekening afwijken van de werkelijkheid. De man was tamelijk atletisch en had toen korte haar. Het is vrijwel zeker dat de dader, voor hij in Bergen ter Blijt verzeild raakte, in België is geweest, in het plaatsje Wommelgem bij Antwerpen. En hij droeg dus kleren en een halsketting die uit Litouwen afkomstig zijn. Waarschijnlijk is hij met iemand meegereden, mogelijk als lifter. Na de overval was hij zelf ook gewond en zat hij onder het bloed. Chef Leukel is op beestachtige wijze afgeslacht. Zijn vrouw Mia heeft de aanslag miraculeus overleefd. Maar wat voor haar een onbezorgde oude dag had moeten worden, samen met haar echtgenoot, is veranderd in een hel. Deze zaak moet daarom echt worden opgelost, voordat deze dader ook nog meer slachtoffers kan maken. Als u iets weet, kunt u nu met de politie Limburg-Zuid bellen. Zij zitten klaar. Het telefoonnummer is 043 400 1212. Ik herhaal nog een keer, 043 400 1212. Maar u kunt natuurlijk ook reageren via onze website www.peterrdevries.nl. Wij zorgen dan dat de informatie op de goede plek terechtkomt. En het zou heel erg fijn zijn als ik volgende week kan melden dat de recherche weer aan het werk is en er zicht is op het motief en natuurlijk de dader. En dit was onze uitzending van vanavond. Volgende week zondag zijn we natuurlijk weer, dan met een nieuw dossier waarin we misschien ook wel weer grensoverschrijdend te werk gaan.
Zorg dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.